die jongen, die is inmiddels al 10 jaar lang, heeft hij een burn-out. De artsen zeggen, ja, wij kunnen het niet vinden, dus we geloven jou op je woord. Ja. Maar hij kan daadwerkelijk fysiek ongeveer zijn veters niet strikken. Hij kan niks. Nee. Ja, en dat bestaat natuurlijk echt wel. Ja, nee, er zijn echt mensen met een flinke burn-out. Ja. Dat is er gewoon. Maar je zou bijna daar een andere benaming aan moeten geven, omdat... Nou ja, en weet je, als en jij soms, twee soms weken is het je natuurlijk voelt, ook wel degelijk werkgerelateerd. Ook een oud collega uit de media van mij, die was ook onlangs burn-out. En dat is typisch iemand, dat is wel een man, typisch iemand die gewoon te hard heeft gewerkt op volledig onregelmatige tijden. Die is gewoon echt, maar dat is overwerkt. En er is voor mijn gevoel ook nog wel een verschil tussen overwerkt, dus mensen die gewoon te hard en te lang en te onregelmatig werken, en een burn-out. Een burn-out zit meer, dat is eigenlijk, dat gaat niet zozeer over werk, maar dat gaat over je hele leven. Dat op allerlei vlakken in je leven je te veel stress ervaart. Dus misschien wel in je relatie, in je thuissituatie, in de zorg voor kinderen of ouderen. Ook in je werk, maar dat de combinatie van al die dingen ervoor zorgt dat je te veel stress ervaart. Volgens mij is dat een burn-out en is dat dus ook moeilijker op te lossen dan alleen overwerkt zijn. Want dat betekent, je moet gewoon even wat minder werken. Maar precies wat jij zegt over ontspannen, volgens mij zit daar het. En ook wel ergens gewoon een soort zingeving uiteindelijk. Ik denk dat het eigenlijk vooral in dat ontspannen zit. We missen ook met z'n allen hobby's. Hadden het vorige week natuurlijk ook een beetje over. Ja. En heel veel mensen missen gewoon... Kijk, zeker, het komt natuurlijk veel voor bij kantoorbanen en zo. Ja. Kijk, als je voor jezelf werkt, wij werken voor onszelf. Je weet waarvoor je het doet. Ja. En dat geeft natuurlijk wel heel veel zin. Ergens. Ja, als precies, jij die baan statistieken... hebt dat jij een week lang dat het niet boeit wat jij doet en op je mails wordt toch niet geantwoord en dat maakt niet uit. Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer raar, want hoe kun je dan stress ervaren? Toen ik advocaat was en heel veel uren maakte, 60 uur in de week makkelijk, op afschuwelijke daarvan tijden. Daarvan werd 58 uur gepatiënst. Zeker, en de andere twee uur gemasturbeerd. Vroeger moest op de je nog patiënts, hè? Dan had je alleen patiënts. Weet je wat je nu allemaal kan doen? We hadden niks. Wij hadden echt alleen patiënts. Gozer, ik had spelletjes over de mail met collega's. Zat je gewoon foto's van mensen op Facebook naar elkaar te sturen. Dan moest je gokken wie dat was of zo. Weet je, we verzonnen allerlei debiele spelletjes. Ja, dat was toch echt... We hadden een zaklopen de ene op de gang. En de hele dag hoepelen de ene ook. En een eteltje prikje, maar dat was precies, en ecstasy bij de baas in de koffie was hartstikke leuk. Ja.